Hoi, leuk dat je kijkt naar een aflevering van Op de Koffie bij ARW. In deze serie gaan we onder het genot van een bakje pleur jullie ARW-docenten leren kennen en hen het hemd van het lijf vragen. We zullen het hebben over hun studententijd, over wat ze precies doen bij de vakgroep en aan het eind van elk filmpje zullen ze een tipje van de sluier oplichten wat er in het tentamen staat. Ik heb vandaag in deze eerste video afgesproken met de heer Jensma en ik ga nu een bakje koffie met hem doen. Hoi meneer Jensma. Hoi. Hoi. Nou, vandaag gaan we u leren kennen, hartstikke leuk. Ja. Het programma heet natuurlijk Op de Koffie, dus hoe drinkt u het liefst? Zwart. Zwart, ja. Oké, haal even een kopje koffie. Nou meneer Jensma, kunt u de studenten even vertellen wie u eigenlijk bent? Ja, ik ben Laurent Jensma, een van de docenten bij de vakgroep ARW, is ook onderdeel van het team ARW. En op dit moment vooral druk bezig met de colleges ARW 1 die lopen en de voorbereidingen voor ARW 2 straks. Oké, en kunt u nog één keer uw voornaam uitleggen, uitspreken voor de eerstejaarsstudenten, want dat is natuurlijk goed om te onthouden. Ja, Laurent, is Franse voornaam, ik heb Franse moeder. Onthoud het eerstejaarsstudenten. Zullen we eens eventjes gaan zitten op het bankje? Goed plan. Nou meneer Jensma, hoe was eigenlijk uw eigen studententijd? In mijn eigen studententijd was vooral erg leuk. Ik heb ook hier in Groningen gestudeerd. Rechten, zoals je misschien wel kunt raden. Maar een enorm fijne stad om te studeren. Het is ook een van de redenen dat ik nu hier ben blijven hangen. Maar ik denk ook een hele mooie universiteit en faculteit denk ik om aan te studeren. En ja, los daarvan, je kunt in Groningen natuurlijk genoeg andere dingen doen. Dus ik heb echt een leuke tijd gehad. Met sporten en vooral bier drinken daarna en verschillende feestjes belangs gaan. Iets langer over mijn studie gedaan daardoor, maar ik denk dat het ook wel de moeite waard geweest is. Ja, nee, ik kan me helemaal in herkennen. En bent u dan aan de faculteit gebleven of wat heeft u nog na de studententijd gedaan? Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn studententijd al begonnen met lesgeven als studentassistent, ook bij ARW. Daarna even blijven hangen als docent toen ik afgestudeerd was. En toen heb ik tussendoor nog 3 jaar bij het CET gewerkt, de ICT-afdeling hier van de RUG. Deed ik hele andere dingen, vond ik ook heel leuk. Maar na 3 jaar miste ik de studenten toch wel een beetje en het lesgeven vooral. Dus toen ben ik weer teruggegaan. Oké, hartstikke leuk. En naast uw werk bij de vakgroep, heeft u ook hobby's? Wat doet u graag in Groningen? Ja, hobby's. Ja, ik sport nog steeds. Ik volleybal met veel plezier. Heel leuk team, gelijkgezinden. Beetje gitaar spelen af en toe en ik hou er ook wel van een beetje aan te kloten of dat nou technisch is, computers en dergelijke of gewoon een beetje klussen in huis. Maar ja, sinds kort iets minder tijd voor een andere, ja ik zou het niet echt een hobby noemen, maar sinds iets meer dan een jaar ben ik vader. Dus ben ik vooral heel actief met blokken spelen en boekjes voorlezen. Ja, ook hartstikke leuk natuurlijk. Zeker. Oké, en wat betreft uw studententijd, heeft u ook nog een geinige anekdote die u de eerstejaarsstudenten wil vertellen? Of is dat allemaal wat geheim? Het zal bijna een net verhaal houden dat ik wel leuk vind. Het is niet per se heel erg studententijd. Al was ik toen echt net student af, ging mijn eerste college geven als docent. Toen was ik redelijk jong, ik denk 2 of 23. Dus niet heel veel ouder dan de eerstejaars. En bij mijn allereerste college stond ik klaar bij het lokaal te wachten in de gang. Het vorige college was nog bezig. En er stond een jongen ook te wachten. Het was dus het allereerste college. En toen hij zag dat ik daar ook stond te wachten, vroeg hij of ik daar ook college had. Dus ik zeg, ja, ik heb hier zo ook college. Hij zei, oh, die in die werkgroep. Ik zei, ja, klopt, die werkgroep. En toen zei hij, ja, moest je ook wat lezen of wat voorbereiden? Ik zei, nou ja, volgens mij moest er wel wat gelezen worden en wat vragen beantwoord. Oh nee, heb je dat ook gedaan? Vroeg hij aan mij. Ik zei, ja, nou, ik heb er wel even naar gekeken. Ondertussen stroomden er wel wat meer studenten binnen. En stroomde dat lokaal leeg. Maar die docent deed meteen het lokaal op slot. En toen was nog even aan het praten. En de jongen stond naast de deur. Dus ik haalde vervolgens de sleutel van het lokaal uit mijn zak om die deur open te doen. En toen trok die arme jongen helemaal dit weg. Dus u zou eigenlijk, in verhouding had u net zo goed een huisgenoot of een studiegenoot kunnen zijn. Ja, met dat aantal studievertraging. Ja.
zeker. En merkt u dat ook, dat u nog vrij jong bent als docent? Nou, toen wel, nu wat minder. Ik heb ook wel wat vrienden gehad die in oudere jaren zaten, die ik dan nog wel eens tegenkwam toen ik les gaf, wat erg leuk was. Maar ik merk wel dat de verschillen ondertussen steeds groter worden. Ik ben nu net over de 30 en de eerste jaren zijn toch 17, 18. Dan begint wel een klein kloofje helaas te ontstaan. Ja. Ik doe wel heel hard mijn best, maar ja, hoe harder je best doet om leuk en grappig te zijn, hoe minder goed het lukt natuurlijk. Ja. Als u nou die eerstejaarsstudent nu opnieuw zou tegenkomen, wat zou dan de tip zijn die u hem wil geven of haar voor dit vak AW1? Ja, voor AW1, we kunnen het in de treuren blijven herhalen, maar het staat of valt denk ik toch met het bijhouden van het stof. Je maakt het voor jezelf makkelijker als je in ieder geval elke week iets doet, in plaats van heel veel vlak voor het tentamen proberen te doen. Uiteraard zijn er een paar uitzonderingen die op die manier best het tentamen kunnen halen, maar ik weet gewoon van eigenlijk alle voorgaande jaren wel, dat die kansen heel klein zijn en dat je het echt over uitzonderingen hebt. En de grote groep die het lukt om het tentamen te halen, dat is ook altijd de groep die gewoon actief meedoet en de vragen stelt tijdens de colleges en ook al actief probeert in ieder geval elke week iets van de stof te maken. En ja, dat blijft toch wel de belangrijkste tip. Ja, en als zij dat dan doen, het allemaal goed bijhouden, kunt u hen dan ook misschien al een sneak preview geven van tentamen of iets wat ze sowieso moeten kennen? Nou, kijk, in algemene zin, de onderwerpen, de grote onderwerpen die we elke week behandelen, daarvan mag je natuurlijk verwachten dat die op tentamen langskomen. Ik denk iets wat als lastig wordt ervaren, maar wel goed is om nog even extra naar te kijken, wat we ook vrij vroeg in het begin behandelen al, is toch wel hoe het zit met rechtsvragen. Hoe formuleer je rechtsvragen, maar ook hoe kun je de rechtsvragen uit stukken tekst herkennen. En dat is niet alleen een vaardigheid voor ARW, maar dat zit bij ARW aan het begin al in, omdat het wel iets is wat je de rest van de opleiding nodig hebt. Ja, dus even note to yourself als eerstejaarsstudent. Ja. Zorg ervoor dat je daar in ieder geval goed mee bent. Ja. Oké, dan wil ik u eigenlijk heel erg bedanken voor het openhartige gesprek. Graag gedaan. En dan hoop ik jullie allemaal terug te zien bij de volgende aflevering van Op de Koffie, dan met andere ARW-docenten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.